Ik ben Margreet van Elderen, eigenaar hier van Vrigo Nieuw-Vennep. Nou, wij werken voor internationale bedrijven die echt duizenden pallets hebben staan. Maar ook voor de kleinere bedrijven uit de omgeving, familiebedrijven. Maar bedrijven die een kleinschaligere opslagcapaciteit nodig hebben. Wij bieden hier diverse diensten aan. Het meeste komt hier op min 18 binnen. Dat gaat gewoon direct de vriescel in. Maar we krijgen ook echt heel veel spullen vers binnen. Daar hebben wij 4 shockvriezers voor. En in 24 uur tijd is een product diep gevroren. Ik ben Henk van Veen. Ik ben directeur-eigenaar van Vrigo Seerenberg. Nou, ik maak rechtstreeks de afspraken met de klant. En ik zorg dat binnen onze organisatie deze afspraken nagekomen worden. Wij hebben binnen ons bedrijf een aantal stromen. Onder andere een kippenstroom uit Azië vandaan. Vroeger waren dat kleine hoeveelheden, enkele soortjes in containers. Op dit moment zijn dat grote hoeveelheden. Die klant is gewoon gegroeid. En wij met hem. Volgens de douanefaciliteiten kunnen wij hier alles afhandelen. Wij zijn AEO gecertificeerd. Dus als een klant iets binnenbrengt, dan kunnen wij die faciliteit volledig afhandelen. Daarnaast zijn wij ISO 22000 gecertificeerd. Daarbij zijn we elke dag mee bezig. Wij trainen ons personeel daarop. Dat is een manier van ademhalen. Voor onze klanten zijn wij in staat om heel snel in en uit te klaren. Omdat wij goede contacten hebben met onze expediteur en de douane. Zodat spullen snel vrij zijn en doorvervoerd kunnen worden naar hun klanten. Dit is een pallet van 1386 kilo. Die gaat rechtstreeks uit het vrieshuis zo naar de klant. Wij hebben hier medewerkers die hier al heel langdurig werken. Een aantal zelfs langer dan 25 jaar. De contacten die zij met de klant onderhouden, die zijn gewoon bijzonder goed. Want ook bij mijn klanten werken mensen zeer langdurig. En je merkt dat ze aan één woord gewoon genoeg hebben. En dat is voor de klant heel prettig en dat is voor ons heel prettig. Ja, het is onwijs leuk om bij Vrigo te werken. Leuke klanten, leuke collega's. Het is allemaal internationaal hier. Je krijgt Polen, Hongaren en af en toe een Spanjaard of een Italiaan over de werkvloer. En er komen zeecontainers mee uit over de hele wereld hier. En dat is wel leuk. Chopin is het private label broodmerk van de VSC Horeca Groothandel. Met zo'n 300 verschillende producten, met name broodproducten en patisserie, zorgen we letterlijk voor brood op de plank bij vele horecaondernemers. Wij werken al ruim 12 jaar samen. Vrigo is letterlijk een verlengstuk van ons bedrijf. Ze denken mee, ze werken proactief samen met ons en ontzorgen ons met name. Wij doen dagelijks enorm veel orderpicking en dat varieert van dozen. Maar ook van losse eenheden van maaltijden. Voor de maaltijdenservice pikken wij elke week 20.000 maaltijdjes die uiteindelijk op consumentniveau uitgeleverd gaan worden. Vers aan tafel levert vriesverse maaltijden aan met name ouderen in thuis. En de naam zegt het al, vers. Verser dan dit kan natuurlijk niet, zo van het land. Zij werken al zo lang voor ons. Zij kennen de processen beter dan wij zelf. Laatst hadden zij een signalering gedaan. Ze zeiden, hey, ik heb te weinig maaltijden voor een bepaalde route. En dan hebben zij dat gesignaleerd en hebben wij het opgelost. En dat is ook wat wij verwachten van de partner. Met name de aard van de mensen is gewoon nuchtere Hollandse mensen. Die met hard werken hun geld verdiend hebben. En dat herken je in het bedrijf. Het is echt een familiebedrijf. Ruim 40 jaar geleden is mijn vader begonnen op deze locatie. En wij als kinderen werkten elke schoolvakantie binnen het bedrijf. Inmiddels hebben wij het allemaal overgenomen. En wat wij zien is dat onze eigen kinderen alweer aan de slag zijn. We hebben een WMS-systeem waarin we exact kunnen zien wanneer pallets binnengekomen zijn. Waar ze op dit moment binnen het bedrijf zijn of wanneer ze verscheept zijn. En dat is heel prettig voor onze klanten. Voor een aantal van onze klanten verzorgen wij de totaallogistiek. Dat houdt in dat wij hun producten ophalen vanaf productielocaties of vanuit de haven. Vervolgens wordt het opgeslagen bij ons in de warehouses en gaat het van hieruit weer heel Europa in met transport. Nou, je ziet dat de rust weer gekeerd is binnen ons bedrijf. Alle producten die we vandaag ontvangen hebben voor onze klanten zijn op de locaties gezet waar ze horen binnen ons bedrijf.
En we hebben ervoor gezorgd dat de producten goed op weg zijn naar de klanten.